Christophe voor deze heel leuke inleiding. Ik kan u mee eventjes op mijn voordracht brengen. Mijn voordracht zal wat afwijken van de andere. Enerzijds door het geslacht van de spreker. En anderzijds omdat ik als dermatoloog de toegang heb tot heel veel iconografie en beelden. En ik op die wijze vooral de huisarts heel mooi kan inlichten over wat kan gezien worden en wat niet. Nu, we weten allemaal, de Homo sapiens is de zwarte mens die naakt in de savanne loopt en van daaruit zich verspreidt naar alle kontinenten, onder andere ook naar Noord-Europa. Daar is het bar koud, of toch kouder dan in de savanne, en gaat hij eigenlijk kledij nodig hebben. Kledij betekent minder bescherming, minder pigmentatie om te beschermen tegen de zon. Dus wij hebben van filogenetisch uit een bleke huid. Daar moeten we mee leven. Nu, die bleke huid betekent dat we een klein zonnekapitaal hebben. En zoals in de financiële wereld wil dat zeggen, als het kapitaal op is, is het ook op. Dan hebben we de gevolgen. En de gevolgen op de huid zijn vooral de schade, de rimpeling, de huidkanker. En het is die die de huisarts vroeg moet ontdekken. En hoe kan dat? Onder de vorm van een screening. En de screening is in ons gebied heel eenvoudig. De huid is groot, ze is omvangrijk. Ze ligt zo voor de hand en de ogen. Het is dus dermate logisch dat we de huid bekijken. Maar we moeten niet alleen kijken, we moeten ook zien. En zien wil zeggen, men moet weten wat men moet zien. Want anders ziet men het gewoonweg niet. En de screening uiteraard moet total body zijn. Dus wat hebben we als huisarts nodig wanneer de patiënt zich aanmeldt en vraagt, dokter, wilt u eens kijken of ik een raar vlekje heb? Wij moeten al weten welk huidtype de man of de vrouw heeft, hoe de huid beschadigd is. En dan pas kunnen we, en dat is het doel van elke screening, iets wijzigen of aanpassen aan het gedrag van de patiënt en vroeg de tumor ontdekken. Want de vroeg detectie is immers in ons domein het belang voor de toekomst, voor de outcome, vooral van onze maligne tumoren. Is die huid belangrijk? Uiteraard, als dermatoloog vind ik wel, maar ik niet alleen. Rigel, een heel belangrijk dermato-oncoloog in de States, heeft uitgecijferd dat er meer huidkankers zijn dan gelijk welke andere kanker. Dus hij had 2.100.000 huidkankers in de States in vergelijking met 1.500.000. Omdat cijfers zoveel meer zeggen dan 1000 woorden, heb ik ook deze in België proberen nazien. En er is bij ons stellig een onderregistratie. Maar er zijn 2500 nieuwe gevallen van melanoom per jaar. 20.000 non-melanoma skin cancers, en dit is zeker ondergeregistreerd. 80.000 nieuwe in Europa en 130.000 wereldwijd. Wat hebben we nodig om daarin wegwijs te geraken? Wel, goede ogen. En als die niet goed genoeg zijn, een bril. Ik heb de mijne opgezet, alhoewel ik geen nodig heb om daar de nadruk op te leggen. Ook speurneus. We moeten een beetje Sherlock Holmes zijn. Want u ziet, het domein van de huid is groot en men vindt daar van alles op en men moet de bomen in het bos zien. Eerst en vooral het huidtype. Zoals gezegd, we zijn Noord-Europeanen, dus we hebben filogenetisch op niet veel recht. En de meeste huiden bij ons zijn bleek, blauwe ogen, blonde haren, rosse haren, huidtype 1. Huidtype 2 heeft al zo wat blauw-groene ogen. Mensen zijn daar fier op de kleur van hun ogen, maar voor de zon is dat minder goed. Huidtype 3 en 4 zijn bruiner, hebben bruine ogen, bruine tot zwarte haren. Maar in die twee huidtypes is er nog wel wat verschil. Het ene bruine huidtype is meer gepigmenteerd dan het andere. Hoe ziet er nu zo'n zonbeschadigde huid uit? Wel, u ziet daar op de onderste. De huidkleur is zo wat vaal, roos, geel. De Fransen noemen dat heel mooi la peau citrine. Met daarop allemaal vlekken. En mensen zeggen, ja, maar ja, dat is van de leeftijd. Helemaal niet zo. Het is geen enkele bruine vlek die door de leeftijd komt. Elke bruine vlek op de huid, in die zin van pigmentaties, is zongebonden. En hier ziet u ook hetzelfde met rimpels. En rimpels is een van de tekenen van zonbeschadiging. En ik kan dat best vergelijken met de spaghetti western van Sergio Leone. De jonge generatie zal hem misschien minder kennen. En wel,
vanaf nu zullen ze misschien ook eens naar die film kijken. Dat is The Good, The Bad and The Ugly. The Good, de stralen van de zon, we hebben dat via vitamine D. En het is leuk, zon in de ogen, komt aan de hersenen, we voelen ons minder depressief, dus we hebben het nodig. The Bad is de huidkanker, maar die Ugly is de enorme huidveroudering. De langgolvige zonnestralen gaan door de huid tot in de cutis en gaan een enorme verlies van elastine veroorzaken. Dit betekent rimpels, diepe rimpels. De leeftijd geeft geen diepe rimpels, maar fijne, oppervlakkige rimpeltjes. De diepe rimpels zijn zongebonden. En wat is men met een bruin snoetje op 20 jaar, als men dan moet inruilen op 50, 60 jaar voor een karakterkop met een rimpelig krokodillenvel? En dat is dan onveranderlijk. En u ziet deze media-iconen onderaan hoe dat de zon schade verricht. Nu, ik heb al gezegd dat het oog belangrijk is. Zijn er ook toestellen? Ja, uiteraard de bril, het vergrootglas, maar ook de dermoscoop, die wij maar kennen sinds 1989 en die voor de huisarts ook een heel makkelijke tool is. Het kost een €800 en het geeft u een vergroting van 10 maal. Het is op LED-technologiebasis, dus u kunt daar makkelijker kwade en goede letsels van onderscheiden en ook in de melanomen geeft dat meerwaarde. Nu, er staat op terugbetaling dermatoloog, wees gerust, het is een pyrrhusoverwinning. Het wordt heel uitzonderlijk terugbetaald. Ook wij worden er niet rijk van. Wat moet men nu vinden op de huid? Wat hebben wij allemaal? We hebben de tumoren ontstaan uit de epidermale cellen. We hebben er ook uit de lymfocyten, uit de bindweefselcellen, de bloedvaten, de aanhangsels van de huid. Ik heb dat erbij gezet om het belang van de dermatologie aan te tonen. Maar daar ga ik niet verder over spreken, want die zijn zeldzaam. Ik ga wel spreken over de meest frequente tumoren, namelijk deze van de epidermis, het basalioom of basocellulair epithelioom, het spinocellulair epithelioom en het melanoom. Wat moet je als huisarts ook weten? Dat de kleur belangrijk is. Een letsel dat zwart is, betekent dat het oppervlakkig ligt in de oppervlakkige epidermis. Bruin betekent juist eronder, grijs in het midden en blauw wil zeggen in de reticulaire dermis. Het melanoom hieronder, u ziet, weten we al op voorhand, dit is slecht. Men heeft de zwarte kleur, dat is oppervlakkig. Men heeft bruin midden epidermis, maar men heeft het blauwe. Dit betekent heel diep gelegen. Voor we snijden, voor we de histologie, voor de patholoog ons iets zal zeggen, weten we al, dit is niet goed. Subjectieve bezwaren, kunnen die de huisarts helpen? Ja. Er is een studie verricht in de JAMA van vorig jaar, waarbij letsels histologisch onderzocht werden en men duidelijk zag dat pijn geassocieerd was met infiltratie in de diepere lagen en jeuk met invasie in de bovenste huidlagen. Beide toonden histologische inflammatie. Bij jeuk waren er meer eosinofielen, bij pijn meer neutrofielen. Maar ik ga niet verder over de histologie, want het is een huisartsenmoment. U moet ook rekening houden met de risicofactoren. Het fototype, dat weet je al, bleek, bruin, maar de voorgeschiedenis. Is het iemand die heel veel in de zon geweest is, dan betekent dat dat er meer kans is op spino, baso en precancerozen. Mensen die niet zoveel in de zon gaan, maar zo nu en dan is buitenwippen voor 14 dagen naar de Dominicaanse Republiek fel in de zon te zitten, die riskeren herhaalde zonnebrand en veel meer melanomen. Mensen op uw kabinet die komen voor een griep of een longinspectie en je ziet vele nevi, is een risicopatiënt. Die moet je vragen op een apart moment, misschien is dat te veel op diezelfde consultatie, voor een raadpleging. Schoudersproeten wijst op acute verbranding. Familiaal melanoom uiteraard, of congenitale nevi. Dit is zo'n voorbeeld van die schoudersproeten. Men noemt dat lentigines, om het een beetje meer wetenschappelijk te zeggen. Wijst er al op, die patiënt heeft zich laten verbranden. Dus risico. In uw dossier een kruisje moet opgevolgd worden. Ook meer risico, dat weet u, bij transplantpatiënten, immuunsuppressie, radiotherapie en inname van arsenicum, wat men nu wel wat minder heeft. Nu, wat zijn die twee meest bekende groepen? De baso's en de spino's. Spino wil ik even apart halen. Dat is een soort opvolging. Men begint meestal met een actinische keratose of een precancerose. Dat is de klinische uiting van abnormale mitosen in de basale laag van de epidermis. Wanneer die mitosen toenemen en de ganse epidermis inneemt, spreekt men van een morbus Bowen.
Als de basale membraan doorbroken is, is het een spino. Een spino, een metastaserende tumor. Ik heb hier een paar voorbeelden. Dus dit is het typische. De patiënt komt bij u en zegt, dokter, ik heb jeuk. En ik heb daar kleine schilfertjes, maar als ik die afkrap, zijn die weg. Dit is het typische verhaal van een actinuskeratose of een precancerose. Die moet u niet met cortisonecrème behandelen, zoals vaak gebeurt, omdat de patiënt klaagt over jeuk, maar moeten verwijderd worden. De behandeling is voor een ander moment. En u ziet heel typisch ook hier die zonbeschadigde huid. Zonbeschadigde huid, de geel-bruine kleur met de pigmentverschuivingen die heel mooi zichtbaar zijn. En dan die kleine schilfertjes die er banaal uitzien, maar die het voorstadium kunnen zijn van een metastaserende spinocellulair epithelioom. Typisch terug een post-citrijne van de Fransen, die gelig-bruine huid, iemand met een bleek huidtype, met daarop al die fijne actinische keratozen die moeten vernietigd worden en niet behandeld met een crème. Kan soms ook kleine korsten geven. Op de lip, de leukoplakie, de precancerose, die natuurlijk ook andere etiologische factoren dan zon kent. Dit is typische morbus Bowen. Dus die simpele actinische keratose, die gewoon de ganse epidermis inneemt en klinisch iets groter, iets meer geïnfiltreerd en wat schilferend zal zijn. Typisch voorbeeld, de kalende hoofdhuid van de man. Jammer genoeg loopt hij graag zonder pet, een bruine knikkerbol, maar de bruine knikkerbol geeft op 40, 50 jaar aanleiding tot heel wat solaire schade. En u ziet, het is hier vol met allemaal actinische keratozen, dus allemaal het voorloper van, en u ziet hier reeds, een spinocellulair epithelioma ontstaan. Dat kan metastaseren. Moet uiteraard, hier ook een spino, onmiddellijk chirurgisch worden verwijderd. En u ziet het, de solaire schade, zowel op de arm als op het voorhoofd. En let op de locatie. Wanneer u een hard bolletje ziet, voelt op het gelaat, vooral de oren, de lippen, denk aan een spino en denk niet dat het een banale vrat is, want metastasen zijn toch niet leuk. De tweede en meest voorkomende tumor is het basalioom. Basalioom ook uitgaande van de keratinocyten, maar met een totaal ander klinisch beeld. Een klinisch beeld van een glazige wal met een ingezonken centrum. Zelden metastaserend, maar wel zeer lokaal destructief. En ik denk dat we het kunnen vergelijken met de Titanic. Het kleine stukje dat zich bovenaan presenteert is maar het topje van de ijsberg. Vaak zitten die tumoren geïnfiltreerd tot in het kraakbeen. En wie heeft hier het typisch beeld? De glazige nodule met de telangiectasieën, de lichte centrale inzinking. U ziet het hier ook. Soms kan de centrale inzinking zo groot zijn dat de patiënt zich presenteert als een ulcus, een diep ulcus. En als je goed kijkt, zie je een heel fijn glazige wal. Nodulair basalioom. U heeft uiteraard maar één parel, het is de nodule. Wanneer er meerdere parels zijn, zijn die vaak ook klein. Kijk, u ziet hier een dame, was een zeilster, heel veel in de zon geweest. En u ziet, die basaliomen kunnen zich uitspreiden, maar u merkt altijd de kleine glazige nodulletjes op. Dus één kleine nodule is voldoende om de diagnose van basalioom te stellen. En u ziet hier de dame opnieuw, ze had al een melanoom. Door het herhaalde blootstelling aan zonlicht, als men zeilt, vaak bloot. En u weet, Noord-Europeanen zijn dan zo. Hier ziet u de basaliomen, soms met een hele fijne paarrand aan de wal. Nu, de meest gevaarlijke en de schrik van elke dermatoloog is uiteraard het melanoom. De tumor ontstaat uit de melanocyten, de pigmentcellen, waar we allemaal gek op zijn, want het zijn de pigmentcellen die pigment geven en die ons doen bruinen. Als we eventjes in de zonnebank gaan en je hebt een lichtbruin huidtype, ben je na 2 dagen bruin, maar die eigenlijk helemaal niet dient voor de bruining, maar louter een cruciale bescherming is. Het melanoom maakt gelukkig maar 3% van de huidkankers in en is een maligne tumor door ongecontroleerde groei van die melanocyten. De ongecontroleerde groei is niet altijd ongecontroleerd. We hebben ook de goedaardige, zoals bij deze schoonheid, gekend op de wang, de gewone nevus, de dermale nevus, waar diezelfde cellen maar in een mooi geordend patroon voorkomen. En het melanoom is de meest... De bleke volwassene wordt het meest getroffen door een melanoom en het is de snelst toenemende tumor.
bij de blanke jongeren na de longkanker bij de vrouw. Er is een jaarlijkse stijging van 3 tot 7% en een verdubbeling van de incidentie elke 10 tot 20 jaar, dus het is niet min. Men moet ook weten dat het een immunogene tumor is. Ik ga zeker niet verder over al die immuunmarkers spreken. Die zijn wel heel belangrijk geworden in de aanpak van het gemetastaseerd melanoom. Maar een melanoom kan regresseren. U weet allemaal, de neef is op de rug die op een bepaald moment een witte zone daar rond ziet ontstaan. Wij noemen dat de halonevus. En de centrale nevus verdwijnt. Wij blij, nevus weg. Dit gebeurt ook bij het melanoom, maar ongelukkig, bij de regressie van het melanoom kan die uitzaaien. Dat is juist het immunogeen karakter. En wat moeten we doen bij het melanoom? We moeten op zoek naar 50 tinten bruin. En die 50 tinten bruin zijn hier heel erg zichtbaar bij de dame die graag in de zon gaat, maar daar het zonnekapitaal niet voor heeft. En we zien op de bovenlip al een bruin letsel. We zien het ook hier. Vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, rond de jaren 80, ontdekten we enkel geavanceerde melanomen die eigenlijk al bijna ten dode opgeschreven waren. Het melanoom was een bloedende tumor, een tumor die groeide, die zwart was. We kenden geen kenmerken ter vroegdetectie. In 1985 zijn er artikels verschenen van Friedman, waarbij de ABCD-criteria zijn opgesteld als heel belangrijke markers ter vroegdetectie. Groos heeft daar in 1998 het Uccle-Duc toegevoegd, daar ga ik direct op terugkomen, en de E, de evolutie, pas in 2004. Zijn die criteria belangrijk? Heel erg belangrijk. Er is een studie in 2005 van meneer Carly die aantoont dat huisartsen die een korte training krijgen, hoeft niet 1 of 2 lessen, al een veel betere verwijzing hebben van 46% naar 76% correcte diagnose. En er is recent een studie verricht naar mensen toe die op voorhand al letsels behandeld hadden, dus die op de hoogte waren, die zongevoelige huiden hadden, die gingen veel vroeger naar de arts. En het ging toch over een groot aantal. Wat zijn die criteria? De A staat voor asymmetrie. Dus als je een letsel hebt, moet je denkbeeldig met een potlood een lijn trekken midden in het letsel en zien of de linker en de rechterhelft gelijk is. Is die niet gelijk, heb je 1 punt. B is de boord. Als de boord onregelmatig is, heb je 2 punt. C is de kleur. Een letsel met meer kleuren heeft ook meer risico. D is de diameter en daar is het zwakke punt. En er is een recente studie verricht over die ABCDEF waardevolle criteria, waarbij er toch enkele beperkingen zijn en onder andere de diameter. Men spreekt in de criteria pas vanaf 6 mm. Er zijn er niet veel, maar er is nu en dan een melanoom van 4 mm. De F is er aan toegevoegd, een beetje om te passen bij ABCDE, is de funny looking. Wat bedoelt men met funny looking? Wanneer iemand 20 nevi heeft die lichtbruin zijn en er zit 1 roze tussen of 1 zwarte, ook al is die regelmatig, moet men voorzichtig zijn. Dit noemt men het teken van de ugly duck, dus het gele eendje in de zwarte reeks. En bovenaan was dat een verstoorder, een patiënt die vorige week kwam en die zelf een muisje op haar huid had getatoeëerd. Dus de A, u ziet het heel mooi, de asymmetrie. Dus u trekt die denkbeeldige lijn, een potloodlijntje, links en rechts niet gelijk, dus een punt voor melanoom. De onregelmatige rand, het inhomogeen karakter, de diameter. En je ziet dat je ze nodig hebt, want deze patiënten melden zich op uw raadpleging. En dan moet je met je speurneus op zoek, met een dermoscoop, met het oog en met de criteria om daar het melanoom uit te halen, want de vroegdetectie is prognostisch belangrijk. Ik wil even ook de signature nevi beklemtonen. Er zijn namelijk mensen die een afwijkend patroon hebben, die bijvoorbeeld nevi hebben, bleek in het midden en een rand daar rond. Dit is niet erg. Als er zo 4, 5 hebben, wil dat zeggen dat dat de eigen karakteristieken van de patiënt zijn en dan moeten we ook geen alarm slaan. Soms probeert de patiënt de nevi voor ons te verbergen, maar dan moeten we ertussen toch op zoek. Wat zoeken we? De 50 tinten donkerder. En u ziet hier het melanoom oppervlakkig, het is zwart. Dus de patiënt heeft nog heel wat kans, zelfs klinisch, zonder enige pathologie. Een reeks van melanomen. Dit is een congenitale nevus bij een collega die daar zelf weinig acht op sloeg, omdat het congenitaal was, met een zwarte nodule. U trekt de denkbeeldige lijn, links en rechts is niet gelijk.
Het superficieel spreidend melanoom is het oppervlakkige, meest gekende, vooral op de benen bij de vrouw en de rug bij de mannen. Het nodulair melanoom is een dikke nodule, groeit onmiddellijk verticaal en is uiteraard veel minder goed qua prognose. Omdat de dikte van het melanoom, de Breslau genoemd, eigenlijk het leven zal bepalen. 1 millimeter meer of minder zal de prognose uitmaken. Slecht melanoom is dat gelegen aan de uiteinden. Waarom? Omdat die vaak niet ontdekt worden. Natuurlijk, zo'n zwarte knots zien we direct. Maar wat met het letsel dat op een vrat gelijkt en wat met het rode botryomycoom-achtige letsel? En dat vindt men vaak aan de voeten, dus wees voorzichtig. De lentigo maligna ziet men relatief wat, 10% van de melanomen, is een in situ melanoom en is vooral bij ouderen en niks meer dan die bruine sproet die je daar juist zag, maar die ten opzichte van de andere sproeten toch opvalt, omdat ze donkerder is, irregulier. Dit is nog een in situ melanoom, dit is niet meer in situ. Wanneer men dit niet wegneemt, komt men op dit en dan heeft men al een lentigo maligne melanoom. Zijn er ook veel goede dingen? Ja, als u straks naar de receptie gaat en u wilt wat potjes koffie drinken. Wel, in Vancouver op het Wereldcongres 2-3 maand geleden zei men dat er een omgekeerde associatie was tussen het drinken van cafeïne, niet decafeïne, koffie, en melanoom. Dus mensen die meer dan 4 koppen koffie per dag drinken, hebben minder kans op een melanoom, zei men mij in juni. We hebben altijd gehoord dat mannen een minder goede prognose hebben. Er is heel recent in de European Journal in juni een studie verricht waarbij men aantoont, als men met alles rekening houdt, de anatomische locatie, de Breslau, dus de dikte van het melanoom die je leven bepaalt, de mitotische rate en de ulceratie, dat eigenlijk mannen een even goede prognose hebben dan vrouwen. Als je veelvuldig gebruik maakt van de UV-cabine, verhoogt je risico op melanoom, maar de nagels moeten nog altijd met gel en UV behandelen. Dat kan nog. Inflammatory bowel disease, meer melanomen. Maar vermoedelijk speelt ook de medicatie die men geeft hierin een rol. Hoger vitamine D-spiegel, meer melanomen. Vitamine A-inname en vitiligo beschermt op melanoom. Ook atopie zou een beschermende werking hebben. En de screening bij de bevolking is uiteraard heel belangrijk. En daar hebben jullie als huisarts ook een zeer belangrijke rol. U weet dat wij sinds 1999 ieder jaar een Melanoma Monday houden. Die eigenlijk al uitgebreid is naar de ganse week. En ook naar 33 landen. Maar het zijn wel de Belgische dermatologen die de initiators zijn. Maar wat hebben wij op die screeningdag? Wij krijgen veel niet-relevante patiënten. Omdat mensen met vratten gaan af op het gratis karakter. Dus een oproep voor de huisarts, stuur de hoogrisicopatiënt. Daarmee bedoelen we deze met veel nevi en deze met heel veel sproeten of een zongevoelige huid. Niet alleen die met veel nevi natuurlijk, want u weet, slechts 30% van de melanomen ontstaat uit een bestaande nevus, 70% komt de novo bij deze zonbeschadigde huiden. Dus rol voor de huisarts is daar belangrijk. En u weet, bij die screeningen heeft men telkens zo'n pamflet. En om te bewijzen dat het wel in meerdere landen is, heb ik die in andere talen. Vraag me niet welke die talen allemaal zijn, want die kan ik moeilijk lezen. Als de huisarts niet goed bij de pinken is, zullen de apps het overnemen. De Nederlanders hebben een app ontwikkeld, Skin Vision, waarbij de patiënt die kan aankopen, gratis, maar er is een addertje in het gras. Iedere maand krijgen ze of ieder jaar abonnementskosten. Dus wat doet men? Men neemt zo'n app, men fotografeert de eigen nevus en dan gaat er een systeem in gang en zegt u die is goed of kwaadaardig. Ik ken de Nederlanders die het ontwikkeld hebben. Ik heb het zelf geprobeerd. Ik heb voor deze die het nog niet wisten een congenitale nevus. En die congenitale nevus toonde mij onmiddellijk een kwaadaardig tumor. En ik loop er nog, dus het zal wel niet waar zijn. Ik wil eindigen met de screeningbrochure van de melanomen van 2015. Die gaat over een luchthaven en ik denk dat dat goed correleerbaar is met ons ziekenhuis, waar ons atrium vergeleken wordt met de ingang van een luchthaven. En we hebben daar de departures, waarop staat, je moet op tijd de huid laten nazien. Ga bij de huisarts, bezoek de dokter, ga op tijd voor behandeling, want anders is het delayed
en The Last Call is voor de rest van het leven. Ik heb het in één andere taal opgezet, omdat de tijd te kort is om ook al de andere talen te gebruiken. Ik dank u voor uw aandacht. Bedankt, Linda. Iemand vragen? Waar kunnen we die trainingen volgen? Die trainingen zijn momenteel nog niet georganiseerd, maar we kunnen dat doen als u wilt. Enfin, een goede tip voor de toekomst. Laat maar weten. Zonder probleem. Is er geweten in welke mate dat uw risico verhoogd is als je een eerste graads familielid hebt? Ja, absoluut. Eerste graads familielid is uw risico verhoogd met 9%. Ja. Misschien, ja. Misschien de vraag naar geel brede excisie van de melanoom. Ja. Is er daar evidentie rond? Hoe breed dat eigenlijk is? Natuurlijk niet, omdat het over screening ging, heb ik eigenlijk niks gezegd over de behandeling. En de follow-up? Ja, heb ik niks over verteld, omdat dat ons dat bijna een aparte voordracht. Maar het is wel zo dat er bepaalde standaardregels voor zijn. Wanneer een melanoom weggenomen wordt en de patoloog zegt ons dat de breslo minder dan 1 millimeter is, dan weten we dat we eigenlijk maar een nieuwe marge moeten nemen van 1 centimeter. En we doen dat omdat in de buurt van het melanoom geprikkelde cellen zitten die mogelijk kunnen aanleiding geven tot een recidief in loco. En naargelang de breslo zijn er andere standaarden. Ik wil daar gerust op een andere keer breed over de behandeling van het melanoom spreken. Daar is heel veel evolutie in. Ook in de aanpak van het gemetastaseerd melanoom is er heel veel vernieuwing met de targetmoleculen. Gelukkig dankzij het feit dat we weten dat het melanoom een immunogene tumor is. Linda, je hebt het belang van de zon op het ontwikkelen van melanomen uitgelegd. Maar ik kan je ook iets zeggen over het feit dat er dus nog veel melanomen ontstaan zonder dat de zon er betrekking op heeft. Ja, omdat er ook natuurlijk nevi kunnen ontwikkelen zonder invloed van zonlicht naar een melanoom. Dat zijn genetische factoren, is zo. Genetisch bepaald. Want soms komen er dramatische dingen tegen, toevallig bij een onderzoek. Ja, absoluut. 70% van de melanomen komen voor op een niet-nevus, dus de novo. En zeker ook op niet-zonbeschadigde huid, genetisch bepaald. Daarom dat de total body screening, zoals ik zei, van teen tot hoofd nodig is. Ja? Een jonge vrouw met gewone neefjes komt op de raadpleging en ze komt af en toe in de zon en ze vraagt, moet ik dat laten weghalen of niet? Allee. Nee, het is niet omdat ze af en toe in de zon komt dat je een neefjes moet laten weghalen. Je moet de ABCD-criteria respecteren. We kunnen niet de mens strippen. Alle neefje weghalen heeft geen zin. We hebben een potentieel van melanocyten in de miljoenen in de huid. Dan komen er wel weer andere. Dus dat heeft geen zin. Je moet zeker geen neefjes laten weghalen omdat de patiënt in de zon gaat. Je moet hem aanraden tot verstandig zonnen, de middagzon niet gebruiken, op tijd smeren, voldoende beschermende kledij en zeker onze kinderen niet laten verbranden. Want dit is een potentieel dat belangrijk is naar de toekomst toe. Maar nevis wegnemen zomaar doen we niet. Gewoon heeft geen zin. Nee. Controleren. Eén keer per jaar, laat ons zeggen, wanneer we 30, 40 nevi hebben, wanneer we meer dan 100 nevi hebben om de 6 maanden. En u weet dat de gemiddelde mens er een 15-tal heeft. Ik had ook nog een vraagje. U zegt het verband van vitamine D en melanoma. Hoe is dat juist? Ja, daar zijn gewoon studies die zeggen dat op een ganse populatie de vitamine D-gehaltebepaling, als die hoog is, dat er daar meer melanomen in voorkomen. Daar is natuurlijk wel wat discussie over. Omdat dat vitamine meestal protectionistisch is, vitamine D in het immuunsysteem. En maar niet te veel. Je weet dat vitamine D is een heel bijzonder iets. Hè? Een beetje vitamine D heb je nodig, maar te veel vitamine D is dan weer soms kankerbevorderend. Daar kunnen we ook een uur over spreken. Maar dan spreekt u al van hoge dosissen, waar dat de Belgische bevolking meestal niet aan geraakt. Nee, denk ik. Okay. Wij hebben de lage dosis vitamine D. Dank u. Meestal. Alhoewel dat bij de bleke huid de vitamine D beter doordringt dan bij de donkere huid. Laatste vraag. Linda, vanaf welke leeftijd moet er gescreend worden? Na de puberteit. Het melanoom bij het kind is uitermate zeldzaam. En vaak dan een misdiagnose. Is het een juveniel melanoom, dat een goedaardig iets is, nevis van spits, wordt soms gediagnosticeerd als een melanoom. We vinden weinig echte melanomen bij het kind, tenzij die geboren is met een giant nevis.
zo'n nevus die de helft van het lichaam inneemt. Maar anders vindt men er weinig. Dus na de puberteit is goed. Het woord terug door aan Christophe.